In februari van dit jaar hadden we een gesprek met de stichting Bondroe. Die werd toen opgericht en toen werd ons dus uitgelegd waarvoor ze staan, wat de bedoeling was van de stichting Bondroe. Het is nu zover, een paar maanden later, dat ze klaar zijn voor hun eerste activiteit. En we praten met Fabien Seymour, de voorzitter van de stichting Bondroe, en de secretaris Louise Eduard Naarden. En zij vertellen wat deze activiteit precies inhoudt. We zijn toen 1 februari gestart met onze promotiecampagne. En we hebben dus aan onze promotiecampagne hebben we een registratie gekoppeld om de muzikanten te bereiken. Ik mag zeggen, Gil, tot op dit moment hebben wij al dus 172 registraties binnen. En dat betekent dat onze eerste project aankomt. En onze eerste project heet dus B.O.M. En dat staat voor Bondroe op missie 1. En 29 april gaat het allemaal gebeuren. Wat gaat er gebeuren? We hebben registraties binnengehad van instrumentalisten, vocalisten, woordkunstenaars, rappers. Nu gaan we ze dus uitnodigen, zodat we ook met ze kunnen zitten, zodat we kunnen praten. En dat gaat dus 29 april aanstaande gebeuren. Moeten de mensen daarvoor ook registreren? Zijn jullie trouwens tevreden met de registraties die tot nu toe binnen zijn? Jawel, we zijn tevreden, want we zijn ergens gestart in februari. En als je dat optelt, februari, maart, april, dan zijn we wel tevreden met wat tot nu toe binnen is gekomen. Jawel. En wat kunnen we verwachten van deze activiteit? Is het alleen voor de mensen die hebben geregistreerd of mag iedereen er naartoe komen? Op de eerste plaats zullen we dus een formeel gedeelte hebben waarbij de voorzitter dan een woord zal doen en kennis zal maken met de geregistreerden. Maar nogmaals, ook degenen die niet geregistreerd zijn, ook die zijn welkom en die kunnen het op die dag alsnog doen. En na dat formeel gedeelte gaan we dan discussiëren, gaan we babbelen. Willen we ook van de muzikanten weten, wat zijn jullie ervaringen? Wat zijn jullie ideeën? Wat maken jullie mee binnen die Surinaamse muziek scene? Want we hebben de groep nodig om samen met hun de doelstellingen van de stichting te bereiken. Ja. En het wordt dus een dag vol discussie, veel praten. Maar te meer hebben we activiteit naar een muzikant, artiest. Ja. Mee bedenk je dat er gaat opgetreden worden? Nee, Gil. Kijk, een optreden, uno door een apis dat eten. Oesap tak de treobba. Maar wat belangrijk is, zaterdag 29 april zal een hele lange dag voor ons worden. Dat betekent, we beginnen dus om 11 uur en we zullen eindigen om 8 uur. En je zou je afvragen, waarom 8 uur? Kijk, we hebben een lijvig programma. We hebben voor elke categorie 3 uren uitgetrokken. Dus dat betekent, we gaan kennis maken. We gaan discussiëren met elkaar. Dus dat want ik ala de wang zijn. Daardoor het is het op een idee dat ja, ik registreer me op het. Of sana San Stichting Bondroe Entertainment Suriname Wangodu. Nou, je hebt een gelegenheid. Je kan lukken je categorie om aan te geven om 11 uur. We starten aan de vocalisten. Dus dat want ik, als je nou een vocalist, dan verwachten we je om 11 uur. Ten tweede, om 2 uur hebben we de woordkunstenaars en de rappers. Dus dat want ik ayuru dat we verwachten, de woordkunstenaars en de rappers. 5 uur bakken na 5 uur hebben wij dus de instrumentalisten. Dus dat want ik, if you da say bere drape et je twijfel, dat adé dat die 29 april, zaterdag 29 april, dat je aba ruimte voor ko arki nanga je yesi. En if je op een actie komt aan organisatie, dan heb je daar de gelegenheid om al je vragen te stellen, om te kijken van waar we met z'n allen naartoe willen gaan. Want Luko Gil, want dat is belangrijk. En wat mij doen Sani. We moeten het samen gaan doen. En net wat we al hebben gezegd, als we 172 registraties binnen hebben en het is gemixt hoor, en we blakken man Sani Wang, ook hun Distanse band heeft zich geregistreerd, ook maar rond Karkong. Afuru, maar u zegt dat uno doro pumus doro eten en daarom willen we iedereen bereiken. Waar wordt het gehouden? Een hele mooie vraag. Waspaar Drambrandesgracht, daar wordt het gehouden. Dat want dat je coin C, er is een mooi parkeergelegenheid, dus parkeerlei. En dat gaan we je netjes accommoderen. Dus en we gaan die flyer ook aan Son geven, zodat jullie het in beeld kunnen brengen, zodat de mensen het ook kunnen zien van waar het allemaal gehouden zal worden. Jullie zijn nu een paar maanden verder en wijk ik even af van het onderwerp
de Stichting Bondro is opgericht. Jullie zijn geïntroduceerd, jullie hebben eigenlijk kennis gemaakt met de samenleving. Hoe gaat het tot nu toe? Zijn er pijnpunten, zijn er hurdels die jullie moeten overspringen? Hoe gaat het? Laat me dit ervan zeggen. Het is geen makkelijke job waarmee we bezig zijn op dit moment. We hebben al gesprekken gevoerd met verschillende mensen of instanties. Bijvoorbeeld de Nederlandse ambassade. En wij komen tot de ontdekking. We hebben verschillende mensen ontvangen. Oudere mensen die in die scene bezig zijn. En Gil, ik moet jammer genoeg tot de conclusie komen dat er in principe niks is geregeld voor de muzikanten in Sweetie Saranang Kondre. En daarom hebben we gezegd, laten we niet aan de kantlijn staan. Weet je, maar kopen toe skoru onder Awroko. En laten we wel kijken van hoe het wel kan. We hebben met z'n allen hebben we een lange weg. Het is niet voor Stichting Bondro Entertainment Suriname alleen. Wij hebben het initiatief genomen. En ik wil eigenlijk niet meer praten over andere organisaties of dit of dat. Nee, wij zijn bezig. Wij weten waar we naartoe willen gaan. En ik geloof dat als die muzikanten, degene die het begrijpen. En als je het nog niet begrijpt, neem de tijd om het te begrijpen. Vraag een van die leden, we zijn zichtbaar. Want we zijn er voor jullie, zodat het beter moet gaan in Sweetie Saranang Kondre. Is er tot slot nog iets dat jullie willen doen? Nou, van mijn kant uit wil ik alle muzikanten oproepen. Vocalisten, rappers, woordkunstenaars, instrumentalisten wil ik oproepen om zich klaar te maken voor die dag. Om aanwezig te zijn. Om niet onzichtbaar te zijn, maar zichtbaar te zijn. Want als we samenkomen, kijk waarvoor Bondro staat. Ja, als we samen bundelen, dan denk ik dat we veel meer kunnen bereiken. Samenwerken kunnen we veel meer bereiken. Dus ik roep ze op om die dag vrij te houden en gezamenlijk te komen naar Waspaar. Gil, dit kunnen we niet mogelijk maken als we onze sponsoren niet bedanken. Ook al hoe klein of hoe groot het mag zijn, dat ze toch een bijdrage hebben geleverd, wil ik hun namen even noemen. Sirt Evert, Bulletproof, Basic One, Fernandes Bakkerij, Matrix Big Cleaning, als ik het goed heb uitgesproken, Amba en Okasi Events, Klahoma Sappen, Cosmetic Yellow, Line Wim, DNF Group of Companies NV. Ik wil hun allemaal bedanken. Omdat zonder deze sponsoren zouden we dit niet mogelijk kunnen maken. En niet te vergeten, Sunweb, die ons ook de gelegenheid geeft om dit te mogen vertellen. Voor de rest met Aki Grantangi. En ik zie alle muzikanten erop afkomen. Uno snappa CC, maar ukong masal, ko duasan, lekfasan musdu. Met Aki Grantangi. Een gesprek was dat met Louise Eduard Naarden en Fabian Seymour van het bestuur van de stichting Bondro, die op 29 april hun eerste activiteit houdt. En u heeft de informatie gehad, als u behoort tot een van deze doelgroepen, maak er gebruik van. Zorg ervoor dat je dan aanwezig bent. Ga luisteren, want dit betreft ook jou. Dit was Gil Eyck voor Sunweb TV. Satish Ramratan stond achter de camera.